ik hem af. Voor 17.800 euro. 17.000, ja, ik ben nog steeds enthousiast. Het is niet normaal. Het is 17.800 euro voor het eerste kistje. Het is echt, ik sta echt perplex. Ongelooflijk, fantastisch bedrag. Je wilde over het bedrag van vorig jaar heen. Dat was 6700 euro. Nou, dat is wel geluk, kun je zeggen. Ja, in het begin natuurlijk spannend. Gaat het wel lukken? Maar op een gegeven moment dan ga je het passeren 10.000. Nou, dan denk je op een gegeven moment, waar gaat het eindigen? Nou, dat zo'n mooi bedrag zou eindigen, ja. Nog steeds ongelooflijk. Dan geef ik een enorme knal op. Het doel is duidelijk. Het gaat naar Stichting ALS. Ja, klopt. Het gaat naar Stichting ALS Nederland. Ja, via iemand uit het dorp mee in contact gekomen en ja, schitterend dat wij ons daarvoor kunnen inzetten. De inzet en enthousiasme die jullie allemaal gezamenlijk hier teweeg hebben gebracht met een ongelooflijk groot bedrag, daar kan ik alleen maar heel dank over hebben. Dankjewel. Hoe belangrijk zijn dit soort bijdragers voor jullie? Waanzinnig. Zonder deze bijdrage kunnen wij geen wetenschappelijk onderzoek financieren. Kunnen wij geen onderzoek financieren naar de verbetering van kwaliteit van leven van patiënten. Kunnen wij Stichting ALS op de weg niet helpen in hun missie. Ja, dit is van vitaal belang. Mensen in warme huizen hebben vandaag het verschil gemaakt. Is er ooit zo'n duur kistje asperges geweest, denk ik? Nou, ik denk het nog niet, nee. Nee, ik denk dat het zeker geen Noord-Hollands duur kistje asperges. Nee, prachtig. Weet je misschien wel een simpel...